Oh, ze doet. Oh, kijk eens. Oh, wat een kermisapparaat, maar ik snap het. Oh, kijk eens. Oh mijn god, het heeft features. Yes, yes. Dit is nog even uittesten. Oh ja, je doet. Kijk hem. Wat leuk. Ik doe ook soms dit met haar. Oh my god. Dit is de upgrade. Oh my god. Nee, ik wou zeggen, dit is toch zo'n apparaat en zo'n loopkarretje. Dat de moedermafia gaat zeggen, als je er te lang in zit, ja, dan is het... Die, ja, maar ze gaat toch niet, je gaat die toch in je kind niet 6 uur in zetten. Ze mag niet, want haar benen zijn nog niet sterk genoeg en haar heup gaat uit de kop als het te lang is. Oh. Ze hebben wel goed geslapen. Ik weet niet waar deze agressiviteit vandaan komt. We zijn echt verwend door... wat is het hier op? Ja, lunchpakket van de juice. We kijken. Baguette. Lumper. Nee. Lumpia. Haring. Brep. Het is denk ik heel brep, want het voelt koud. Het voelt koud en vochtig. Oh, en het is... Oh, een wrappie. We hebben een... Ja, oh, dus het helemaal open maken. Mensen houden van even zien waar wij onze tanden zetten. Hier hebben wij voelt als een muffin. Nee, een quiche. Oh, vind ik ook fijn. Ik hou van harte. Dus en dan hebben meer. We er nog één. Dat moet een soepje zijn. Zit, toch? Ja. Oh, groente. Is het echt? Groente. Oh, ik ga dat wel meenemen onderweg naar het ook theater straks hoor. En dan een lekker appelsappie. Een lekkere... Rip. Oh, dat is mijn favoriet. Daar heb ik ook Eat Natural. En een grote appel. Dat is wel een goed pakket hoor. Ik wil niet lullig doen, maar dat is wel gewoon lit. Echt waar. Oh, dat is perfect. Is een lekker pakketje. Nou, ik heb het idee dat ik een hele dag erop heb zitten. Het is 12:30. Maar we hebben veel... Ik ben best wel vroeg begonnen met de planning. Wel vroeg alweer met alle cursussen en lezingen en workshops en alles. En wat ik geleerd heb vandaag over... emancipatie. Weet je dat ook, dat als mensen, als je op een tweebaans weg zit en je maakt een bocht, dat heel veel mensen niet snappen dat... Dat ze op hun eigen baan moeten blijven. Ja. Mensen gaan in de bocht vaak op een andere baan. Ja. En dan denk ik, levensgevaarlijk, want je hebt geen knipperlicht aan. En dat, ja, ik zie dat heel vaak gebeuren, maar ik voel me al heel vaak al het agressieve, opgefokte meisje achter de stuur. Ben je ook? Maar wel met een reden, want je lult aan mijn kant. Dus, maar wat ik wel zeggen over emancipatie, want daar hadden we vandaag ook een lezing over eerder. En wat heb ik nou, wat vond ik nou het meest... We moesten lopen. Van, ben je het eens met de stelling? Ik ga naar deze kant. En toen zeiden ze, vind jij dat het eerlijk verdeeld is in je huishouden? En toen dacht ik eerst nee, want de rest laat zijn sokken op de grond vallen en ik ruim ze altijd op. Maar toen dacht ik, wacht even. Want iemand gewoon, ik ging over denken van, en er was, weet je, ben je ook niet echt iemand die het fout of wegruimt, maar je... doet wel vaak was erin en ook ophangen als het nat is. En maar ik ging gewoon eventjes, eerst dacht ik van nee en toen dacht ik nee, maar je moet even nu heel goed kijken, even leg het in de weegschaal. Dat ook al heb ik het idee dat ik meer die huishoudelijke taken doe, wij hebben gewoon elkaars kracht gevonden en als hij mij vraagt, ga jij een vakantie boeken en we gaan 3 verschillende plekken zien en we willen excursies, dan raak ik in de bar en dan krijg ik een error al bij het woord excursies. En ik denk alleen maar, laat mij maar de koffers inpakken, want ik ben daar een ster in. En dat moet je niet aan hem vragen, want dan mis je weer allerlei dingen en dan kom je er daar te laat achter, et cetera. En toen zei ik dus, ik ben erachter gekomen dat de taakverdeling is gelijk. Maar misschien heb ik het in mijn hoofd dat ik denk, ik doe meer, maar de dingen die jij doet, zou ik ook niet eens willen doen. En ik misschien downgrade ik die in mijn hoofd als minder groot taakje. Maar dat is niet eerlijk. Dus dat vond ik ook wel... Ik heb echt veel van mezelf geleerd deze dagen, Resli. Je komt als een vernieuwd persoon terug. Heerlijk. Waarom ben ik dat zo over freaking belicht? Wat is hier aan de hand? Nee, dit is gewoon je kleur. Schat. Maar als ik dan deze kleur ben, dan... Fucker, nee, jij bent dan gewoon die shade. Ja, dit is wie we zijn. Ja, ik ben deze shade. Nou ja, nee. Ik ben voor nu deze shade. Over een maand ben ik nog een donkere shade. Ja, jij moet... parasolletje. Nee. Maakt niet uit, nee. Oh, nee. Niet. Ik ga met die kleine opdonders hierachter ga ik echt heerlijk zwemmen. Ik loof even. Ik kan serieus echt niet wachten tot we echt lekker op vakantie eruit zijn. Ik ga zo genieten. Lekker op die boot zwemmen. En hij moet een helmpje op, want zij valt zo vaak dat ik denk... Nee. Maar waar, hij heeft nu ook weer een of andere gedonderd op zijn gezicht. Wat heeft hij hier weer blauw? Ja, ik zou niet eens weten hoe. Nee, het gebeurt soms en dan hoor je alleen maar dit. Bam! En dan denk je, gaat het? En dan staat hij alweer. Op klimmen, Philly, uit het Philly van het bad, gleed hij uit op zijn hoofd. Ja. Oeh, dat is een heel eng idee. Uit het bad? Ja, hij wilde uit het bad klimmen, maar het is nat toch? Ja, dan glijdt je voet weg. Pong, pong. Ja. Met zijn achterhoofd in het water. Oh mijn god, Resli. Dan moet je gewoon hem terugduwen in het water en zeggen nee. Dat snap ik, schat. Maar jij weet ook
Hoe onze kleine loof is. Ja, en dat is ook echt een avonturierenheid. Voordat je het weet hangt hij in een lamp weer. Hij valt zoveel. Ja. Hij is bijna ervaringsdeskundig in vallen. Hij moet stuntman worden. Nee, serieus, dat is toch wel zo pas. Nee, want hij is te slim. Weet je wat hij... Dat is wel een heel bijzonder verhaal, dat moeten we even delen. Jij kan het beste vertellen. Iets wat op het kinderdagverblijf is gebeurd. Oh, jeetje, ik denk dat heel veel mensen nu in de comments gaan zeggen van ja, maar dit of dat. Maar nee, ik ga je gewoon vertellen wat hoe er het gegaan is. Ja, dus Frank of Novidien was op... Novidien. Wauw. Wow. Okay. 2 dagen met de kinderen, meteen helemaal slaaptekort, alles. Novi Jax was op de KDV en ze zaten in een kringetje met alle kinderen aan tafel met de juf. En er was een meisje aan tafel en die zei, ik ben een jongetje. Toen zei Novi, nee, ik ben een jongetje. Toen zei de meisje, nee, ik ben een jongetje. Toen zei Novi Jax, nee, ik ben een jongetje. En jij bent een meisje, zei hij. En toen bij de derde keer zei hij, nee, jij bent een meisje. Toen zei het meisje, nee, ik ben een jongen. Toen zei, ging Novi Jax al iedereen af in de kring. Dus hij begon bij alle kindjes en nou, jij bent een jongetje, meisje. Om te laten zien van, dit is een jongen, dit is een meisje. Jongetje, meisje, jongetje, jongetje, meisje, jongetje. En bij de juf zei hij, vrouw. Wat zei hij? Een slim kind hoor. Wat zei hij? Maar gewoon, ik bedoel, dat hij de woorden schat en dat hij al weet van, dit is geen meisje meer, zij is al groot. Zij is al, hè? Dus los van de discussie, of het welke gender? Laten we die discussie alsjeblieft voorbij gaan. Het gaat er even om dat Novi Jax gewoon zo ver is al, dat ja. Dat zeggen, oké, een ouder vrouw, of een vrouw, of iemand, vrouwelijk geslacht, ouder moet je vrouw noemen en niet meisje. Nou, dat vind ik wel echt gewoon weer heel scherp. Hij doet telkens zijn riem omlaag, hè? Daar moeten we eens heel scherp op zijn. Hij doet hem zo. Hij doet hem zelf omlaag, hè? Okay. Oh, hij is aan het wakker worden en hij is een beetje in de war van. Noof, gaat die baby? Ben je mee met papa? Ja. Wat zeg je? Ik ben met papa. Nou, dan ga je toch even mee, jongen. Tot zo. Kom maar. Oh, en niemand. Heb je losgemaakt? Ja. Nee, nog niet. Hij heeft zelf nog niet losgemaakt. Niet je riem omlaag doen, hè, Noof? Je moet goed je riem omhoog houden. Oké? Okay? Voor de politie, toch? Dus ga naar de gevangenis. Je bent wakker en je ziet je moeder opeens weer, hè? Dat is ook wel gek. Hij denkt ook, we gingen in de auto zonder. En nu ineens zit deze vrouw weer bij ons. Nou, girls only squad. Ja, ik ga het echt als een tata eten, maar als ik dit met mijn handen eet... Dan zijn mijn nagels naar de gets van jou met Kerry. Zo, chic glas. Smakelijk. Dank u. Het is het enige glas wat je kon vinden. Ja. Gooi het erin. Make me proud. Ach, kom op. Door die handvaten. Oh ja, ligt het daaraan? Ja. Ik moet weer. Nou shit. En ik had echt een goede hoek. Ik kon het er zo weer. Nee, ik mag. Ja, je mag. Poging 2. Poging 2. Mijn god, het was niet eens in de buurt, man. Ik zit echt beter hoor, maar ik moet even opletten nou. Even je hand boven houden, mag niet. Oh! Lekker! Ik zit ook wel iets dichterbij, weet je, maar dat is oké. Ik ben trots op je. Je bent trots op me? Oh, ik ben wel trots op ons dat we gekozen hebben voor het best mogelijke eten. Ik hoop, kijk, ik ben natuurlijk nu een soort van rottie-kenner, want ik ga met een Surinamer al lijken in 100 jaar. Dus ik kan wel echt gewoon maak het of kraak het, zeg maar. Lijkt wel reclame, joh, versmint. Ja, het is een barterdeal voor jou. Dat jij de hele tijd graag nou, smintjes. Daar wordt het wel tijd voor. Ik heb zoveel geld al aan smintjes uitgegeven. Ja, dat ik vertel. Jammer, dat is het niet. Gewoon... Het is alsof een ambassadeur mag worden of zo. Ja, want, precies. Omdat jij altijd... Ja, en dan ik zit tijdens jouw voorstelling. Ja, maar dat vind ik... Kijk, weet je, ik kan jou in mijn story doen. En dan zeggen we... Patricus. En dat doe ik zo. De vaste technicus. Nou, dit ziet er heel anders uit dan een sminkje. Ja, maar ik ben niet van die kant, dus nou, dan kan je ik dat weet doen. Niet welke kant dat was, maar ik vond het gewoon heel vulgair allemaal. Soms gaan die knotjes me toch een partijtje moeilijk op, joh. Zo, ben jij net lekker aan het stiegelen daar? Ja, zit het erin? Bijna. Doe eens even niet. Sorry. Straks voor die derde voorstelling. Moet ik weer even goed nadenken over een outfit en wel wat voor... Een lekker zenderzakje. Zenderzakje voor jou, zodat... Nou ja, voor het... Voor het gemak. Het is helemaal rood in mijn nek? Ja, door die... Door dit? Het is een strakke band. Halter, ja. Die zware meloenen toch? Geen antwoord.
Dankjewel, wat lief. Alsjeblieft. We zitten in de... Ja, ik heb hem vast echt. Nee, ik heb hem wel. Oeh, heel veel vingers. Oh, bijna me too was daar. Oh jee. Ja, dit is onze eerste brainstorm in de Coffee Corner. Feeling great. Net kwam Nadia wel binnen en we hadden hier een soort van de airco op opwarmen en het deurtje dicht. Zij zei, het ruikt hier wel muf. Oké, sorry. Yo, maar ze leidde me ook in. Ze zei, heel eerlijk? Ja. Heel eerlijk? Ik voelde me ook echt zo'n tiener die dan heel lang al bij met zo'n vriendinnetje op de zolderkamer zit. Zo'n ja. Broeierige zomermiddag. En die moeder zo, zet een raam open. Die komen dan ook zo stormend binnen en zeggen ze, nou wat een lucht hier, ik heb een raampje open hoor. Mam, het is hier net zo lekker warm. Ja, nou, weet je dat. Ja, dat, ik heb dat letterlijk meegemaakt. Dat je ochtends wakker wordt dat je moeder zegt, ik doe de gordijnen open. En dat je... Vroeger deed ik ook nooit het raam open, want heerlijk als het heet was in mijn kamer. Ja, maar nu? Dat vind je nu nog steeds. Nee, huh? Weet jij hoe onze kamer... Jij weet dat niet? Kijk, beneden willen we een soort van, inderdaad... Fully tropical? Zeker, fully tropical. Onze slaapkamer, de radiator gaat nooit aan, bekeken. Lijkt okay. Nooit. De ramen gaan wijd open. Yeah. En dan is het gewoon, als jij moet plassen, dan zit je echt gewoon op een soort van ijsplaat aan kou. Want die lucht helemaal zo in van de nacht. En dan wordt het echt wel fris. Ja. Nee, wij slapen in een hele koude kamer. Ik vind dat heerlijk. Ja. Vroeger was ik echt boos op mijn moeder als zij 's ochtends vroeg kwam beneden. Op een schooldag, gewoon een dinsdag. En dan had zij de deur altijd 's ochtends vroeg al open gedaan. In de zomer, zeg maar. Het was wel een soort van 20 graden buiten. Even lekker laten... Gewoon lekker naar binnen laten waaien. En ik dacht altijd, waarom moet dit? Maar nu tegenwoordig, het eerste wat ik doe als ik wakker ben, is raam open, deur open, alles. Nu ook? Ja, zeker. En dan laat je het even gewoon de koel... Gewoon even lekker een uurtje even door laten waaien. Een uur? Ja. Gewoon even bam. Ook als het echt december? Altijd. Even door laten waaien. En wat vindt je vriendin? Die doet hetzelfde. Maar jullie hebben wel meer aan dan dit? Ik niet. Zij wel. Ik dacht dit. En je zit stil en je lippen worden niet blauw. Nee. Lekker. Je bent nu aan het sporten en het afvallen. Misschien krijg je het fris. Misschien gaat deze hele... Vetlaag gaat eraf. Gaat het niet meer op. Ja, kutzooi. Dat is toch wel niet lekker, man. De rare dingen doe jij soms. Ja, dat is ook zo. Daar zit hij. Onze CEO. Als hij bijt op zijn lip, dan weet je het. Bijten doet hij vaak. Wow. Dat velletje. Dat is eigenlijk zo'n bekkie. Bijten? Kijk, dat doet hij zo op zijn lip. Zo. Zie je wat hij doet? Denken. Ja, dat is zijn bijtstandje. Kijk, hij doet het aan de zijkant zijn mondje zo. Dan bijt hij zo de binnenkant. Maar hij bijt het helemaal kapot. Dat voor een vrijdagmiddag. Waar bijt hij zich op stuk? Ja. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Oh, diegene neemt ook niet op. Hij zit helemaal schot te vreten. Hij is helemaal klaar. Kijk. Godzonder. Gaat hij weer bijten met de bekje. Doet daar stort in zo'n meteen. Oh, mijn papie. Hallo. Hallo, kusje. Kusje, mama. Kusje. Nee, trek hem maar. Met een beetje trekken aan het snoer en dan gaat hij... Ja. Harder. En nu drukken. Ja, en nu weer drukken. Ja! Goed zo. Volgens mij wordt hij echt ingenieur later of iets. Ja, ik denk het wel. Weet je wat hij laatst zei? Weet je wat hij laatst zei tegen een leraar, een juffie op de kinderdagverblijf? We hadden gespeeld en er was allemaal speelgoed overal. En toen zei ze, kom Novi, we gaan even opruimen. Kom, jij gaat ook opruimen. Want hij was een beetje aan het ontwijken. Van, kom Novi, jij gaat ook opruimen. Deed hij allebei zijn handen voor zijn hoofd. Nee, kan niet. Ik ben er niet. Ik ga stuk. Nou, dat weet toch ook een team. Hoe komt hij er ook ik bij? Ik weet hè? Het niet. Dat... Kom je erbij, Novi? Ik ben er niet. Ik ben er niet. Kan niet, ben er niet. Nou... Handig, hè? Dit is echt heel slim. Dit is handig. Dit is pas nadenken, jongens. Ja, maar bij ons moet je naar boven. Dat is niet handig. Nee, klopt. Ja, jij gaat voor die? Ja. Oké. Ik ga voor de cocktails. Ja, we hebben allemaal straks een maskertje op. Voor de jarige. Zodat hij zichzelf ziet in meervoud. Ongemakkelijk, maar wel leuk. Zo voelt het om Jeff te zijn. Je ziet echt meer. Zo voelt het om Jeff te zijn. Dat masker, dat staat er voor je hoofd. Ja.
iets gemopt. Kom, Sammy. Doe het op. Als ik maandag met Jennifer voetzet aan land, is het 14 graden. Ik ga gewoon van dit naar dit weer. We hebben Sky. Sky is er ook. Sky doet ook eventjes kijken. Maeve die had er geen zin in en ik begrijp nu waarom. Top overleg. We staan 4-3 achter. Hopelijk blijft het zonnetje nog even. Hopelijk blijft het zonnetje nog. Zonnetje is lekker. Mijn man is patat halen, dat is fijn. Waarom zie ik eruit als iemand van de Beatles? Zitten er een paar tussen waarvan we, Sky en ik, het idee hebben dat ze nog slapen. Een soort van halve Walking Dead, jongetjes. Ik zeg geen namen, maar we hopen dat ze gewisseld worden. Dat hopen we. Yeah, vitamine D. Gewoon, de bal moet erin. Kijk, Frankie. Frankie! Heel erg eigenlijk geen redden goal, dat is spannend. Maar opletten Frank, opletten. Goed zo, go Frank. Mooi Frank! Aangezien de kans minimaal is dat we gekleurd worden van het zonnetje in Lissabon, als die zich überhaupt laat zien, dan gaan wij maar met een kleurtje die kant op. Ja, ik heb speciaal deze zwarte set net gekocht bij de Zeeman om dat het streeploos in kan trekken. Dus heb je geen BH aan. Weet je wel? Ik heb al wel zoiets van shit. Ik had eigenlijk mijn slippers aan moeten doen. Maar ja, ik denk met 14 graden ga ik ook niet echt met een sandaaltje lopen in Portugal. Dus maak je niet druk als daar een kleine kleurschakering is. Boeien, dit is waarschijnlijk. Ga ik een kooltrui dragen? Ja, die kans zit er dik in. Ik kom net aan, we gaan beginnen. Vind je niet dat ik een beetje een idioot bruine kleur heb? Jezus. Jezus was niet zo bruin. Of misschien wel, want hij was een beetje donker. Hij liep ook altijd lekker in het zonnetje. Dus, ja. Nee, ik heb een spray tent. Want ben ik bij jou heel... Oh, het valt reuze mee. Ja, maar ik heb ook een spray tent op, dus... Hey, hallo! Oh, je tand is eruit, Frank. Waar ben je? In het theater. Je bent nu opeens op een kant geweest op Curaçao. Oei, oei, oei. Het ziet er weer heel donker uit. Het is altijd bij je, alles of niet. Ja, maar zo ziet het er altijd uit als je gesprayed bent. Maar dan ga je douchen en dan zit het eraf. Hoop je. Ik laat iemand even mijn telefoon betalen, ja? Ik spreek, wil je me spreken? Nee, ik wou vragen hoe Frank hier gevoetbald had, maar dan komt het later wel. Oké, goed. Spreek je straks. Doei. Patricus. Dit is voor jou thuiswedstrijd, joh. Hoe, Stuur jij een Snapchat naar Arno? Hey Arno, groetjes van mij.
Ja, wij hebben hier eerder gespeeld met mijn eerste voorstelling. Ja, dat is ook. Wat een schattig theatertje. Toch? Dat is het wel. Het is een theatertje. Alle stoelen die neergezet zijn met de hand. Dat wordt dan helemaal netjes met de centimeter van... Hé, pas op. Ja, sticky. Terug. Oh, right. Perfection. En we gaan eventjes kijken hoe het klinkt hier. Ik heb gedoucht. Ik doe dat bijna nooit in het theater, maar ik dacht, anders trekt het zo in mijn huid en dan zie ik er niet uit. Maar ik ben oprecht bang dat ik het allemaal afgedoucht heb en dat deze te kort in heeft getrokken. Nog 5 minuten vandaag, Instagram. Dat zegt hij. Ik heb zo'n ding erop gezet. Ik bepaal zelf wel. Ik heb zelf dat er aangezet, dus uiteindelijk bepaal ik dat het te lang is. Maar ja, maakt even niet uit. Ik heb gewoon een discussie met mezelf uiteindelijk. Want blijkbaar heb ik langer nodig op Insta. Kijk je tand, vriend. Hoe was het gegaan? Was het bij Maeve? Nee. Nee, het was bij het zwembad. Omdat Rafa, ik was echt blij voor hem. Echt, ik wou gewoon alles geven wat ik kon. Want hij kwam met zijn schouder tegen mij kak. En toen dacht ik dat het een beetje ook mijn wiebele tand gaf. Hij was geen eens zo wiebeld. Maar opeens kwam ik kapot van bloed. Toen moest ik... Toen ging ik gewoon het bloed in. Toen ik ging omkleden met Jaden, zei ik aan Jaden in de kleedkamer: hey Jaden, zal ik mijn tand eruit doen? Hij zei: je mag zelf kiezen. Toen zei ik: oké. Toen ging ik een beetje draaien. Toen trok ik hem eruit. Wauw. Hi, Noof. Hallo, ben jij in het zwembad? Ik ben niet in het zwembad. Nee. Wat geef je broertjes even niet zo'n rare. Zenuwachtig beeld. Nee, mama gaat zich klaarmaken voor de show. Lijkt een beetje op een bikini, maar het is... Ja, wat is het? Is een broekpak. Ja! Hoe is het met je zus? Zus? Sje, met je zusje. Hi hoor! Hi Holly! Hoe gaat het, wijfie? Hi, meisje. Ik had me even wachten, maar oké. Okay. Word ik nou neergelegd? Wanneer ben je jarig? Dat is beetje. Ik wil je gezicht zien. Kijk, laat me je ogen zien. Wanneer is je moeder jarig? Kijk in de lens. Wanneer ben ik jarig? Welke maand zitten we nu? Maart. En wanneer is je moeder jarig? Ik zei over een paar dagen, dus ben ik dan deze maand jarig of de volgende? April. Hoeveel? Kom op. 3 april. Oh, thank God. Echt, je speelde met je leven daar. Hi. Hoe gaat het met jou? Goed. Oh, lekker dan. Mis je mij? Ja. Yeah. Ik mis jou ook. Oké, papa gaat even hangen. Ga ze naar bed brengen. Ik moet even dingetjes doen, schat. Is goed. Slaap lekker, Novi. Lekker slapen. Mooie droompjes. En Novi, geen windjes laat in bed, hè? Nee. Okay. Doei. I love you. Mijn god, het was zo voorbij. Daar gaan we. De rechter wenkbrauw. En hij zit erop. Ze is aan het fluiten. Kijk, en jij komt ook meteen. Nee, dan. Doe maar nog een keer. Noof, blijf je daar staan? Even wachten, stop. Precies. Dus de weg is daar. Kom maar terug. Kom maar op. Wat een weer, jongens. Leuk, met je kinderen naar een pretpark. Mijn god. Ik ga ontbijten met... leftover rotti. Ik heb daar trek in. Ik heb heel erg honger. Ik ben ook heel erg blij dat de zon een beetje doorkomt voor de rest en de kinderen. Ze gaan deze ochtend even naar het Hans en Grietje huis, echt in Zeewolde. Dan komen ze straks gewoon weer deze kant op. Het is wel fijn dat ik ze nog even zie, want mama's mini-vacay begint eigenlijk vanavond al. Alles is ingepakt zo goed als. Jij en ik hebben heel veel contact. Van wat doe jij? Maar dat is toch mega koud daar. En doe jij dan een laarsje of een laagje en een dingetje en een wow en een yes. Waarschijnlijk moeten we gewoon heel vroeg op de dag al aan de wijn. Een beetje te compenseren wat betreft het weer.
Nou ja, hè. Oké. Het is nu op. Doe er een beetje op. Oh man, ik kan niet verspillingen doen. Verrekken. Je weet wat verspilling of delen? Wat is het nou? Oké. Eén hapje. Een hapje voor het hondje. Voor de dagoe. Voor de dagoe. Je bent een dagoetje toch? Ja. Och. Nu opeens is hij lekker. Nu opeens is hij wel dagoe. Net zeiden we dagoe, toen was hij heel fel. Nee. Ik ga hem zo eten. Hij heeft ook geen ruggraat, maar hij is ook van twee balletjes eten. Kom maar, schat. Kom maar, dagoe van me. Weet toch wie Dracula is? Ja. Dan ben je Dracula dan toch? Oh nee. Je bent gewoon je eigen vampier. Ik ben Frankie Dien. Je lijkt nu wel meer op je moeder met die kleur zo in de winter. Mijn gezicht. Frankie Dracula. Witte Hollander. Je hoeft niet zo te druk hoor. Hij maakt je bang. Hij ben een varken. Ja. Is een varken? Hij is eigenlijk een vampier. Nee, hij is eigenlijk een varken. Heb je wel eens een varken gezien die vampier is geworden? Frankie vampier varken. Ik wil niet jou zijn. Ja, dan? Een vampier die varken is, doet toch? Papa, ik wil niet jou zijn. Ik wil niet jou zijn. Ik wil niet jou zijn. Nee. Nu is het klaar, kijk op wist ik genoeg. Wat doe ik dan? Zo. Ja, en wat, mag dat niet of zo? Waarom niet? Dat mag niet. Oh, waarom niet? Dat mag niet. Oh, hij gaat heel snel weg. Hij is klaar met jou. Hoe gaat het? Oh, hij heeft al... Papa doet... Oh, dat vinden we niks, hè? Nee. Oh. Hij vindt het eng. Kom maar, schat. Wat een geluk ook dat hier meer ijs is nog van iedereen. Ik wil deze hap wel echt hebben. Jij mag nog een hapje, maar ik heb het idee dat hier iets misgaat. Och, het wordt... Nee. Proost. Santé. Op ons. Proost. En nu heb ik hem doorgesleept. Oké, jij naughty girl. Ik ben een lompje en in deze zon niet dat ik niet onder. Ik ga helemaal uitleggen hoe je geweldige foto's maakt. Ik ben helemaal druk. Jezus, die tetten van Jenny, die zitten erop hier. Je voorgevel, de scorpino's worden gemaakt. Het is zo'n avond, jongen. Het is zo'n avondje. Mooi, het zijn weer een mooie lichtlijns. Gaan we meemaken. Het licht is voor niemand goed. Jawel hoor. Oh, ik ben niet goed in het licht. Nou, dan het is wel leuk met een plafond element. Oh, dan ben jij. Oh!